Thank you.
zijn we weer thuis aanbeland. Ja, ik heb boodschappen gedaan. Ik ben even Pokémon wezen jagen. Ik heb bij een poortje stilstaan, wat jullie al hebben kunnen zien. Bij een bogiestad. En ik moest door een straat heen waar ze met huizen aan het werk was, aan de buitenkant. Om dat weer op te knappen, dus dat hebben jullie allemaal moeten zien. Toen kwam ik bij die boog terecht. Daar, dat was een gin. En ik moest vechten in een gin. Dat was ook een van de opdrachten. Dus dat heb ik gedaan. En als ik eenmaal gevochten heb, ja, dan moet ik ook eventjes doorzetten. En mijn Pokémon erin zetten. Dus ja, dat is gelukt. Zo ben ik even naar de dijk gevlogen, et cetera. En nou zijn we dus thuis. Maar ja, nou wil ik koffie. En de boodschappen moeten ook even opgeruimd worden. En de poesbeestjes zijn allemaal binnen. Ja, die zijn gelukkig allemaal binnen. Hallo. Hallo. Hé, meisje toch, hè? Yes, is zo'n meisje. Maar oké, lieve vrienden, mijn handje ligt op de bank. De andere twee die zijn naar boven. Gloria. Ja, mijn prinsesje die roodje naar boven. Maar maakt verder niet uit. Ik ga de koffie en ik ga even genieten van even bijkomen van het vliegen, hollen en draven. Ik heb mijn hoofd wel even een beetje leeg gemaakt op de dijk. Maar het was koud. Vreselijk. Ja, dus de dijk wordt het wel een jasje extra, dus dan wordt het mijn winterjas. En dat kan niet meer met een vestje in een heel dun jasje, nee, want mijn vestje is ook maar dun. Ja, dat en door tijd voor handschoenen naar de dijk gaat. Echt met dit weer, ja. Vooral met die artrose in mijn handen, nou, daar word je niet vrolijk van, nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ik moet nog zo meteen even wat zien op YouTube. En daarna zien we alweer. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het is hooglopende, hardlopende tijd voor mij. Ja, het is alweer laat geworden, terwijl ik nog alles aan en op Facebook ben, et cetera. Het is 2:23. Ja. Het is, waar gaan we naartoe? Naar donderdag. Het is alweer donderdag. Ja. Dus Rebecca die komt vandaag weer. Het gaat hard. De tijden die vliegen. Je hebt amper tijd om te denken en de dag is weer op. Ja. Die ligt er lekker te slapen. Mogen. En daar is mijn meisje. Hij is het grote. Pokémon eend. Bij mijn Ducky. Dus ja, ik hoop dat jullie het zagen. Ik zag het niet. Hé hey, meisje. Oh, kom je deze kant op? Oh ja. Oh ja, meisje. Och, wist je toch, hè? Hé, jij moet toch ook altijd even wild rustig zeggen, hè? Ja. Nou, dat mag jij, hoor. Dat ja, lieve vrienden, ik maak er een eind aan en ik zeg, wat rusten, lekker slapen, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Een hele goede middag, lieve vrienden. En wees welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. We zijn op donderdag aangeland. Normaal gesproken had mijn huishoudelijke hulp Rebecca moeten komen. Maar die had toch ziek gemeld, dus ik heb geen hulp gehad. Nee. En daar baal ik van, want mijn lichaam wil ook niet zo. Nee. En vooral als ik zelf bezig boven ben geweest met mijn eigen. Zoals mijn haar was, met body was. Dan kan ik ook niet meer. Nee. En dat doe ik ook toch wel regelmatig, ja. Maar in ieder geval, we leven vandaag. Oh, 13 september. Alweer. Ja, alweer. En het is 13:26. Ook de tijd blijft niet stilstaan, nee. Nee, kan ook niet, hè. Maar oké, ik heb wel gehoord. Ik heb ergens de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Ik hoor nog gisteren met nieuws, maar ik weet niet wanneer het ingaat.
geloof een ander jaar, maar of het nou zomertijd of wintertijd blijft, dat weet ik niet. Dat kon ik niet horen, omdat ik op dat moment in gesprek was per telefoon. Ja, je kan niet alles tegelijk horen, hè? Gaat niet. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Mijn prinsesje zit daar bij de deur. En buiten is de puinhoop. Dat heeft meneer Jodokus hier gedaan. Ja, ja. Hé, meneertje? Of niet dan? Nee? Ja, toch. Ja, gedaan, hè. Maar ja, ook dat komt wel weer goed. Ja hoor, niks ergens. Dat is gewoon even weer bij elkaar vegen en met de blik van de stofferen blik in de tuin wippen. Dat behoort er thuis. Gewoon zand. Nou ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne middag toe. Geniet ervan. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Het is wel mooi weer. Eindelijk weer eens een keer. Na een paar trieste dagen. Mag het ook wel weer eens. Ja. En ik wil nou nog even genieten ook, want ik moet morgen naar de dokter een prik in mijn rechterknie halen. En dan ga ik mijn deur dicht. Vind ik ook niet leuk. Ja, open. En daar zit die rode. Monietje. Hallo. Hallo. Hi man. Kom je doen? Hey, hallo. Boefka. Ja, het is en blijft een boefka. Zo is dat. Ja hoor, dat weet ik wel zeker, want hij is voor mij. Daarom weet ik dat het een boefke is. Ja. Maar een lief boefke. Maar oké, lieve vrienden, geniet dus van alles. En ja, het is even donker, kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, ik ga het ook doen. Ik zou zeggen, later.